Luc, allereerst proficiat met je perfect hat-trick. Ja, zeker. Rechtervoet, kopbal, linkervoet. Hè. Dus dat is zeker mooi. En ook lekker voor het team dat je zo eerst zelf kan beginnen. En het was natuurlijk al 11 tegen 10 op dat moment. Maar het is wel fijn dat je zo uit kan lopen en de wedstrijd al een beetje naartoe kan trekken. Met het oog op dinsdag ook natuurlijk. Ja, want de wedstrijd heeft al met al misschien een minuut of 10, 12 geduurd. Ja, ik denk dat het, als je tegen 10 man komt tegen ons, dat het heel moeilijk is. En dat je ook een penalty tegen krijgt, direct 1-0 achter komt staan. Dus. Ja, een korte namaak ook die 2-0 al, dus dan is het helemaal voorbij, denk ik. Kijk jij uit naar de wedstrijden tegen Manchester United? Ja, met veel vertrouwen en dat ik er heel veel zin in heb ook. Want ik denk dat wij voor alle drie de ploegen niet kansloos zijn. Er is een kans en dat denk ik dat we dinsdag kunnen laten zien direct. En ik heb Manchester gezien en ik vond ze tot nu toe nog niet zo denderend spelen. Dus, maar het blijft natuurlijk een topclub met veel spelers met individuele kwaliteit. En dat moeten we goed bestrijden. Maar ja, ik denk zeker thuis met het publiek achter ons en de vorm die we nu steken. Dat we als we dat dinsdag ook op de mat kunnen leggen. Dat, misschien kunnen we dan toch wat laten zien. En hopelijk voor een stuntje ook. En dan is het lekker dat er vandaag geen schade is opgelopen. Geen blessures, geen vervelende dingen, geen puntverlies. Sterker nog, de concurrentie verliest punten. Dus prima avondje. Ja, zeker. Heerlijk avondje wat je zegt. We hadden het erover met elkaar in de rust ook van jongens, doe het slim. En dan gaan een paar jongens uit en hebben we nog zo'n sterke bank dat er nog kwaliteit in komt. En dat is natuurlijk fijn altijd. En dat we tegenstander nog steeds drie goals kunnen maken. Deze tegenstander nog steeds drie goals kunnen maken. En zo 6-0 kunnen winnen, dat is lekker. Ja. Tot slot. Nog één hat-trick en dan ga ik over de Koendille-index beginnen. Maar dat is nou nog een beetje te vroeg, hè? Wat is dat dan? Precies. De Koendille-index? Ja, die ken ik niet. Dat is de topscorer aller tijden uit de Eredivisie. Okay. De spits van PSV, 37 doelen. Oké. Ja, ik ben niet zo van de geschiedenis, eerlijk gezegd. Dat was ook mijn slechtste vak op school, dus ik ben niet zo goed in dat onthouden. Nou, dan de volgende keer, mocht het relevant worden, de Koendille-index. Is goed. En wat hoeveel hat-tricks heeft hij gemaakt dan? Nee, hij heeft 43 goals in één competitie hier gemaakt. Oké, zo. Nou, dat wordt een hele klus natuurlijk, maar wie weet. Nou, 43 is veel, maar ik ben al blij dat ik weer belangrijk kan zijn met 3 goals vandaag. En hopelijk volgende wedstrijd ook weer, zoals elke wedstrijd dat ik wil zijn. Ja. Oké, dankjewel.